Yo gasten, goed dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Mijn naam is Dani Visser. Vandaag is er weer iets hartstikke vets in de game gekomen. Namelijk, icons zijn weer terug in Fudderaf. Prime icons volgens mij. Dus je kan weer een full icon team krijgen. Dat is wat wij vandaag gaan doen. Maar ook kunnen we SBC spelers krijgen in draft. Dus dat vind ik zelf hartstikke vet. Het is de eerste keer ooit dat ze dit hebben gedaan. Dus ik ga voor een full icon team. Maar ook een full icon / SBC team. Lijkt me zelf hartstikke leuk deze video. In ieder geval, vind je dit soort video's nou vet? Drop dan even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Zet je notificaties aan. Dan mis je helemaal niks. En dan gaan we door naar de drafts. Oké, jongens, zoals je linksboven in je scherm kan zien, heb ik 132k. Die gaan we niet allemaal uitgeven aan drafts. Ik denk dat ik nu even 4 drafjes ga doen. En 4 pogingen dus. Jullie gaan het allemaal meemaken. En misschien zaterdag nog een video online. Als jullie dat willen. Als wij de 3500 likes kunnen halen, dan komt er zaterdag nog een icon draft video online. Zou ik hartstikke vet vinden. Jongens, laten we gewoon van start gaan. We gaan de online drafjes in. En we geven gewoon wat munten uit. En als het goed is, krijgen we dus in heel veel slots een icon. Het is nog niet echt gelukt om een full icon team te krijgen. We hebben 10 icons gekregen. 11 icons, of niet 11 bedoel ik. We hebben wel 11 icons gekregen, maar niet op de goede posities. Dat is wel waar we naar op zoek zijn. We beginnen wel met 96 Ronaldo Lima. Wat natuurlijk helemaal niet verkeerd is. Ga gewoon door naar de volgende positie. Is dat toevallig ook een icon? Nee, het is wel Messi. In vorm zelfs. Is er links voor een icon? Kijk, dit bedoel ik dus. Neymar SBC of Hazard SBC. Laat ik dan gaan voor Neymar SBC. En nu niet commenten. Hij gaat niet voor een full icon team. Want de challenge die ik vandaag wil doen is een full icon / SBC team. Ik denk dat dat het iets makkelijker maakt. Het is natuurlijk heel lastig om een full icon team te krijgen. Zoals je hier kan zien. Het gaat nog niet helemaal lekker. Of nog niet helemaal zoals gehoopt. Gabriel is trouwens net uit. Lijkt me best wel een grappig kaartje om een keertje te gebruiken. Vooralsnog niet heel veel icons. Maar 2 namelijk. We konden links voor ook een icon doen. Maar ja, daar werden we ook niet heel blij van eigenlijk. Yuri Betietje. Yuri Teringleien. Hij is er weer. Ramos SBC, dat is wel lekker. Boateng SBC, ook nice. Anselmo. Wow, deze man heeft een blauw oog op zijn FIFA kaartje. Daar sta je ook niet blij op dan. Kijk, dit zijn de icons wat we willen zien. Shen, die linkt het beste, denk ik. Oké. Ja, kut. Oké, dit is goed. Ronna. Wat hebben we nog meer nodig? We hebben eigenlijk alleen maar aanvallers. Dus dat is een beetje kloten. We kunnen ook gaan voor George Best. Ik denk dat dat het beste is. Time to go do that work. Say hi, Burn. There we go, buddy. Leuke woordgrap. Voor de rest. Oh, nog meer icons. Dat is lekker op zich. We kunnen gaan voor Pirlo. Die is namelijk het beste qua rating. Voor de rest. Ja, jongens. Dat gaat hem niet worden. In totaal 5 icons en hoeveel SBC kaartjes? 2 zo te zien. En een hoeveel rated draft? Volgens mij een 192 als ik wat dingen omdraai. Dat zou op zich niet verkeerd zijn. Een 192, oké, eerste poging, niet slecht. Het is niet waar we helemaal naar op zoek waren. Dus dat is een beetje jammer. Ik ga mijn tegenstander de winst gunnen. En dan zie ik jullie door. Of dan zie ik jullie terug bij de volgende draft. Oké, jongens, de eerste tegenstander heeft zijn winst gekregen. En we krijgen een draft token pakket. Oké, dat gebeurt eigenlijk nooit. Want ik heb deze challenge wel vaker gedaan. Hartstikke chill. Dus we kunnen eigenlijk gewoon een gratis draft opnieuw starten. Dat scheelt me weer 15k. Niet dat het me veel boeit. Maar ja, weet je, het is wel een keer leuk om te krijgen. Dus we gebruiken de draft token ook meteen. Om weer deel te nemen aan een nieuwe draft. We gaan voor de 4-2-2 formatie. En we beginnen natuurlijk met een icon. Laten we gaan voor Clarence. De slotta-kijkers onder ons vinden die vast leuk. We krijgen meteen Eusebio erna. Die is echt insane goed. Krijgen we toevallig een SBC-speler? Nee, wel Screen Firmino. Krijgen we wel een icon? Ja, Pele! 98 Pele. Dit is geen verkeerd begin, jongens. We beginnen met 3 icons. Hopelijk kunnen we nog een SBC-kaart of een icon op deze CVM-positie krijgen. Dat zou natuurlijk helemaal perfect zijn. En die SBC-kaartje, jazeker. Misschien een icon, misschien een SBC, misschien een... Ja, een SBC. Dat is hartstikke lekker. Misschien een icon of... Ja, kijk eens aan, jongens. Holy shit.
Tot nu toe, maar twee spelers die geen SBC of Icon zijn, krijgen ook Wout Weghorst, hartstikke lekker kaartje. Barnes, oké, die gaan we even voor nu in de spits gooien. Dat is wel lekker, misschien een middenvelder of een rechtsback. Ja, laten we gaan voor de rechtsback natuurlijk. Want, ja, nou ja, die andere passen allemaal niet. Oeh, we krijgen Ruud. Ruud Beest. Kom eens. Kijk, gooi hem erin, jongens. Ruud. Als we nou nog een Ronaldo Lima of zo krijgen, dat zou echt ziek zijn. We krijgen Matheus, dus dat is wel hartstikke lekker. Tot nu toe gaat het echt fucking goed qua icons eigenlijk. En SBC-kaartjes. Ook nog Team of the Year. Nee, ik klaag niet. Wat krijgen we nog meer? Neymar, die heeft een SBC. Dus laten we gaan voor Insigne. Misschien kunnen we nog een icon kaartje krijgen. Felipe Anderson, niet slecht. Dit is sowieso een icon. Vraag is... Oh, Zidane. Oeh, die gooien we hier gewoon neer. Dat is hartstikke ziek. Nog drie spelers. En het liefst zien wij een... Wel... Ja, een icon. Kom op. Nog twee. Eigenlijk liefst nog een centerback extra. Oh, dit is jammer. Dat zou hartstikke vet zijn namelijk. Oh, Robertson. Die past er ook eigenlijk wel perfect in. Ah, dit is jammer. Dit is zuur. We kunnen wel een 193 eraf krijgen. Dat is me ook maar één keertje gelukt. Dat gaat sowieso lukken, denk ik. 193 fut eraf. Daar ben ik wel hartstikke blij mee. Dat vind ik echt vet. Want het is me maar één keer eerder gelukt. We beginnen met een... Of het tweede team is wel een heel goed team. 8 icons in totaal, of 9 zelfs als je Barnes meerekent. Kan ik die hier neergooien? Ja, weet je, dat doe ik gewoon. Waarom ook niet? Ja, ik vind het best wel ziek. We gaan natuurlijk gewoon nog 2 pogingen doen. Maar hier ben ik wel hartstikke blij mee. Kijk ook wie we hebben. Zidane, Matheus, Pele, Gullit, Eusebio, Clarence. Jongens, in ieder geval, ik ga weer die winst gunnen. En dan zie ik jullie terug bij het volgende team. Oké, jongens, dat potje is ook geliefd. Gaan we door naar de volgende draft. Ik vind die met cams eigenlijk wel chill op zich. Maar we gaan nu gewoon voor de 4-4-2. Want we hebben ook Netvet, et cetera, die we wel eens hebben gekregen. Of bijvoorbeeld Rivaldo, die gewoon lekker start op de links-mid-positie. In de spits krijgen we ook een icon, namelijk Bergkamp. Vind ik denk ik beter dan Lineker. Krijgen we toevallig nog een icon, dat zou chill zijn. Maar dat gebeurt niet. Misschien op centermid wel. Nee. Kom op, dit is een matige start. Tenzij we hier een icon krijgen, die krijgen we ook niet. En hier ook niet. Dus dit begint matig. Hier krijgen we wel een icon, ook een SBC kaart. Maar we kiezen de icons wel boven de SBC kaartjes. Op doel denk ik dat het ook een lastige positie is om een icon te krijgen. Door deze draft gaan we even heel snel heen. Want ik heb het gevoel dat deze draft niet helemaal gaat lukken om zoveel mogelijk icons in te krijgen. KO. Kielik ook nog verkeerd. Ronaldo Lima, dat is wel ziek op zich. Die man is namelijk heel goed. Makelele kan nog op het middenveld. 6 icons toch nog, trouwens. Dat is best wel oké nog. Natuurlijk lang niet naar waar we naar op zoek zijn. Want ja, het is gewoon niet heel goed op zich. Laten we eerlijk zijn. Nee, het is niet heel goed, jongens. Deze draft duurde echt 1 minuut. Maar ja, het is niet gelukt. Dit was een matige poging. We hebben nog één laatste poging te gaan voor deze video. Jullie weten net, bij de 3500 likes zaterdag komt er dan nog een poging online. Dus like even als je nog een aflevering wilt zien. En dan gaan we tegen dit team weer even lief. En dan zie ik jullie zo terug. Oké, jongens. De laatste poging van deze video. Kom op. 4-2-3-1. Dat is hartstikke goed. 3 cams. En die zijn best easy te krijgen, heb ik het gevoel. We beginnen met Clarence Seedorf, denk ik. Dat is al 1 cam meteen. Krijgen we ook een Ike Spits erachteraan. Nee, wel SBC Aguero. Oké, dat is leuk. Dan krijgen we helaas zilvers. Gaan we door naar de volgende, nummer 10. Misschien kunnen we hier een icon krijgen. Ja, Pelé, dat is heel ziek. Oké, 2 icons, 1 SBC kaart tot nu toe. En weer een icon. Lekker. We beginnen goed met 3 icons. Ik denk dat zelfs dat we met 4 icons beginnen. En dat heb ik goed. Eschen. Ja, hartstikke ziek. En nog een icon. Wie is dit? Laten we gaan voor Baresi. Gewoon het hoogste rate, dat gaan we voor. Het team boeit me namelijk niet zoveel.
Dit is helaas geen icon. Ook geen SBC-kaart als ik het zo goed zie. De linksback misschien. Jordi Alba. Keeper. Dit wordt wel een icon. Ja, ja. Yashin met zijn petje. Oh, dat vind ik lekker. Oké, die zijn meestal lastig te krijgen. Dus we hebben nog een 10 nodig. Een rechtsback. Een spits. En een centerback. En een linksback. Puyol misschien? Nee. Wel Ramos SBC-kaart. Oké, daar ben ik best blij mee. Hopelijk krijgen we nog een linksback in ieder geval. Of een, ja, in ieder geval een 10, een centerback, een linksback. En rechtsback krijgen we nu wel. Namelijk, oh, sorry, mijn fout. Namelijk Puyol. Dat is best lekker. We kunnen die Ramos-kaart natuurlijk altijd nog gebruiken. Hazard. Ja, ik had ook voor Harry Maguire SBC-kaart kunnen gaan. Maar ja, daar worden we ook niet heel blij van eigenlijk. Lastige keuze. Want we hebben eigenlijk al een icon keeper. Weet je, die gooien we die voor nu even. Gewoon voor de icons. Gooien we die even op 10. En dan krijgen we Salvio. Kom op jongens, nog 1-10. Doe het. Doe het, Barnes. Garincha. Oké, Garincha kunnen we er wel neergooien. Kom op, ik wil nog 1 centerback in ieder geval. Of een verdediger. Een verdediger zou hartstikke chill zijn. Dit ziet er niet goed uit. We hebben nog 1 kans op een verdediger. En die krijgen we niet. Dat is, dat vind ik jammer. Kunnen we helaas niks tegen doen. Gooien we Lehmann nog even op linksback. Ja, gewoon omdat het leuk staat, weet je. Kan allemaal. Waarom niet? Wisselen we dit nog even om. En dan kunnen we nog een redelijk hoge rating pakken, denk ik. Misschien wel een 193 met een beetje geluk. Misschien ook wel niet. Blijkbaar niet. Nou, in ieder geval jongens, dat was hem alweer voor deze keer. Het is helaas niet gelukt. We zaten dichtbij. In dit team hebben we namelijk 9 icons. Dat is eigenlijk helemaal niet slecht. Maar ja, niks aan te doen. Vond je deze video nou vet? Drop dan even op dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, zet je notificaties aan, mis je helemaal niks. Dus, bij de 3500 likes, zaterdag, nieuwe aflevering. Nogmaals, abonneer even, zou ik ook heel erg waarderen. En jongens, hoop ik dat ik jou bij de volgende video terugzie. Later.